Dit is al de 8e video voor de basismodule kinderboeken schrijven. En we zijn eigenlijk al zover om te kijken naar de uitwerking van je gekozen onderwerp voor je gekozen leeftijdsgroep. In deze video wil ik je dus sowieso graag verwijzen naar het werkboek. Daar staat het verzoek om eens te proberen jouw eigen onderwerp uit te gaan werken voor de leeftijd die jij op het oog hebt. En hoe bevalt het? Wat kom je tegen? Misschien dat je hier en daar toch kiest voor een kleine aanpassing of een kleine aanvulling. Kan natuurlijk ook. In het werkboek ga ik door op de video waarin we met de jongen en het meisje in een mooie tuin zijn. En misschien ben je er ook al aan toe om daarmee te spelen bij je eigen idee. Welk probleem had je eigenlijk in gedachten voor jouw personages? En kan dat nog hetzelfde blijven nu je de leeftijd gekozen hebt voor je verhaal? Of misschien pas je het een beetje aan en op welke manier zou je dat dan kunnen doen? Probeer het maar eens met de tuin, met een jongen en een meisje in de tuin. Ja, waar hebben een jongen en een meisje mee te maken als ze 4 jaar zijn? En wat kan er allemaal gebeuren als ze 12 jaar zijn? Daar zitten nogal werelden van verschil tussen.